De derde etappe voor de Trachytol Trophy werd verreden in Horen op de ijsbaan de Westfries. Kerry Hekman, leider in het algemeen klassement. En Mats Stoltenborg, verrassend leider in het sprintklassement. Dat kreeg hij doordat hij gisteren toch de laatste sprint wist te winnen. En ja, door een jurybeslissing werden een aantal mensen daaruit gehaald. Die verloor hij vandaag. Alle sprints werden gewonnen door Bart Holwerf. En het peloton bleef bij elkaar. En dat leidde tot een eindsprint. Dat is interessant, want die neemt even het Holwerf mee. Crispa en Arias, alles uit de kast. Gary Hekman met twee handen op zijn rug, gewoon in het wiel. Ja, het is wonderbaarlijk hier. We zien hoe hard het gaat. Rondes in de 27, hè. Worden hier 27's gereden naar bijna 125 ronden. En dan moet de sprint nog beginnen. Ja, dat is Pof, of Holwerf, Ariens, Hekman, Sjoerd en Hertog, Bob de Vries, Daniel Niero, Bart Holwerf, Ronald Kruijer, Jordi Haring, Kevin Hoekstra zit ook nog voorin, hè? Ja, en Crispijn Ariens die trekt nu door voor Sjoerd en Hertog. Die zit nu in het wiel van Gary Hekman. Ja, en daar zit hij, want dat zit nogal een groot verschil. We gaan naar de bel toe, zien we dat het nog steeds Ariens is, Hekman. Ariens, Hekman, gaat Hekman 3-3. Nou, daar lijkt het wel op. Ook Bob de Vries zit nog voorin, Niero zit nog voorin. Daniel Niero in positie 5. Ja, is het Hekman. Ja, die kan nog even steeds wachten. Steeds Ariens op kop. Ja, en dan is het Hekman. Nu al Hekman binnendoor. Halve ronde nog te gaan. En dan is hij heel snel. En daar meldt ook Kevin Hoekstra zich buiten om. Ja, is het Hekman tegen Sjoerd en Hertog. Is het Hekman, is het 3-3. Dames en heren, Kerry Hekman, 3-3. Ja, het was iets makkelijker. Op een gegeven moment dacht ik, nou, het is wel een lekker dagje doorkomen zo. Maar toch die finale hakte er wel weer in. Het ijs gleed niet meer, wat hij aan het begin wel echt deed. En ja, daar was hij toch wel pittig van. En die finale was toch heel chaotisch. En ja, dan gaat er iemand aan. Onze mannen raakten opgerookt. Dus ja, dan weet ik toch wel een beetje dat het toch wel penibel kan worden in de finale. We zagen eigenlijk de voorgaande dagen en eerdere sprints dat jouw ploeg echt wel samen bleef. Nou reed iedereen ergens anders, hè? Ja, op een gegeven moment kwam Bouw Techniek natuurlijk eroverheen. Daarna oké. En ja, ik kon gewoon precies op het juiste moment met Evert in oké zijn trein terechtkomen. Dus dat was wel uiteindelijk nog perfect dat Crispijn hem zo voor mij aantrok.